Ja, speelde afgelopen weekend tegen VVV, gelijkspel. Na afloop was je wel blij met het resultaat, niet echt over hoe je ploeg had gepresteerd. Zou je er nog over napraten? Dat is inmiddels allemaal opgelost. Nou, het is niet opgelost, want die wedstrijd is gespeeld, hè? Dus die kan je niet meer terug. Dus 1-1, dat gaat niet meer veranderen. En uiteraard hebben we die wedstrijd nabesproken, dat doen we altijd, dus dat hebben we nu ook gedaan. Wat waren nu de punten waarvan je dacht van, ja, dit moeten we echt bespreken, want dit wil ik de volgende keer niet nog een keer zien? Nou, de dingen die wij bespreken, die bespreken we natuurlijk intern. Dus dat is logisch dat ik daar hier verder niks over ga zeggen. Heb je wel het gevoel dat na die sessie die je hebt gehad, dat alle neuzen weer dezelfde kant op staan? Ja, maar de neuzen stonden dezelfde kant op, dus dat is totaal, daar gaat het helemaal totaal niet over. En het is ook geen sessie geweest. We hebben gewoon een wedstrijd nabesproken, zoals we altijd een wedstrijd nabespreken. En de ene keer ligt de nadruk wat meer op het een en de andere keer ligt de nadruk wat meer op het ander. Dus zo is het. En wat daar dan iedere keer intern besproken wordt, of we nou winnen of verliezen, dat is natuurlijk niet voor de pers. En de neuzen staan het hele seizoen al dezelfde kant op, dus dat is geen enkel probleem. Dus meer dat veel mensen ook zien van, ja, je speelt tegen Sparta thuis, je speelt bij VVV, je komt achter met 2 doelpunten verschil, je haalt het wel weer in. Dat daar met je die irritatie zit. Hè? Van, ja, als je beter als de wedstrijd begint, dan overkomt het je niet, of wat je zelf aangaf afgelopen zaterdag. Ja, dat is tegen Sparta gewoon totaal niet aan de orde. Want tegen Sparta zijn wij gewoon de eerste kwartier, 20 minuten ver uit de bovenliggende partij. Krijgen we 4 kansen om de score te openen en dat doen we niet. Dus dat heeft niks met niet goed beginnen te maken. Dat was tegen VVV zo, nou, dat was eenmalig en daar moet je voor de rest ook geen grotere consequenties aan verbinden. Even wat anders, dat is de blessure van Jordis Peters, hoe staat het daarmee? Nou, nog niet goed genoeg, dus dat wordt lastig of hij het weekend gaat halen. Vocht in de knie heb ik ervan gelezen, is dat in te schatten, want het is iets wat een paar weken nu duurt, hoe lang het nog met hem gaat duren? Nou, is in ieder geval niet door mij in te schatten. Dus bij Jordis is het gewoon heel simpel. We gaan proberen zo snel mogelijk fit te krijgen. En als hij fit is, dan is hij er weer bij. Maar we gaan er ook geen risico's mee nemen. Het risico is nu dus te groot, begrijp ik. Zijn er nog andere twijfelgevallen voor komend weekend? Nou, eigenlijk niet. Er zijn een paar jongens die er ook niet bij zijn. Feli Konya en Aboubakar. En de rest lijkt het gewoon te kunnen halen. Ja, je speelt weer een belangrijke wedstrijd komend weekend thuis tegen Heracles. Ik neem aan dat jullie snakken naar die overwinning om een beetje die onderste regionen kwijt te spelen. Ja, dat is logisch. Ja, daar kan iedereen inkoppen die deze vraag, dus dat is niet zo moeilijk. Die overwinning is al een paar keer heel dichtbij geweest. We gaan het nu proberen te pakken. Het is toch wel nodig toch, als je inderdaad een beetje onderin weg wil komen om nu wat meer te pakken dan steeds een puntje. Ja, uiteindelijk, aan het eind van het seizoen moet je voldoende punten hebben om boven de streep te blijven en proberen zo hoog mogelijk te komen. En het liefst wil je die punten zo snel mogelijk pakken, maar wij kunnen van iedereen winnen. Tegen de topclubs wordt het iets lastig, maar we kunnen van iedereen winnen. Alleen als we zelf niet goed zijn, dan kunnen we ook van iedereen verliezen. Dus zo is het iedere week eigenlijk hetzelfde. En dan maakt het niet uit of de tegenstander nou Heracles is, of dat de tegenstander nou NAC is, of dat de tegenstander nou Sparta of VVV is. Dat zijn ook gewoon lastige wedstrijden. Ja, dat is een beetje scorebordjournalistiek van jouw kant in dit geval. Dat je daar heel veel op focust. Maar voor ons, iedere wedstrijd is er wat te halen. Ja, ook bij Groningen uit zijn wij in staat om te winnen bijvoorbeeld.